Kut. What? 5 minutes. What? Do you want to speak with the police? I can call for you. Super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Gijmen en we gaan vandaag weer op zakkenrollersjacht. Ook foute gast. Hij deze met dat witte of crème petje op. Grijzig en een jongen daarachter. Tram weer ervoor, zoals altijd. In Amsterdam. Hier lopen ze weer met z'n tweetjes. Even uit het oog. Hier, deze twee gasten. Het gaat om deze twee gasten. Kruimig petje op en anders zonder petje. Nee, het gaat om deze gozer, deze twee gasten. Lopen richting Centraal Station. Ik zag ze op de Damrak lopen. Nu gaan ze naar Centraal. Kunnen bagagedieven zijn hoor, die twee gasten. Kijk, en daar lopen ze weer met z'n tweeën hoor. In de Centraal Station. Kijk, hij zit hier te wachten op zijn collegetje, zijn vriend. Zit wel heel lang op vriend zijn. Die moet toch zo van de wc afkomen. Dus zit er zeker wel een kwartier al op. Volgens mij heeft hij wel een hele zware, je weet wel, moeten leggen. Volgens mij zag ik net treinig petje hoor. Daar komt hij naar buiten. Het gaat om deze gozer. Kijk, echt een boevenkop. Samen zijn ze daar. Hier lopen ze weer saampjes. Ik ga ze gewoon volgen wat ze gaan doen. Hier staat hij weer bij de favoriete plek. Weer bij lijn 1. Of bij lijn 3 nu deze keer. Zoek ze weer slachtoffer. Kijk, hier staan ze weer samen deze twee tussen de mensen in. Zoek een slachtoffer. Houd vooral deze gozer in de gaten. Maar als die nou, kunnen we hem even kwijt. Nou, die in de gaten daar met spijkerjasje. Ja, hier lopen ze weer hoor. Net hadden ze een poging bij iemand gedaan. Ik heb de slachtoffer aangesproken, maar er is niks gebeurd. Ga ze even alle twee scannen. Kijk, deze twee gasten. Eén poging gedaan. Echt super spannend. Ik zit achter die twee gasten aan, die twee zakkenrollers. Ze hebben één poging hebben ze geprobeerd, maar ik ben helemaal alleen. Echt alleen. Dus ik moet gewoon hopen dat ze 100% wat gaan doen en iemand rollen. Want dat ze daarna aangehouden kan worden. Kijk, ik ga weer verder, jongens. Hey jongens, dit is voor politie Amsterdam. Ja? En twee zakkenrollers deze hier. Pickpocket. What? 5 minutes. What? Do you want to speak with the police? I can call for you. Kijk, dit zijn twee zakkenrollers. Ik ga even politie even bellen. Ze hadden mij door, dus ze gaan nou lopen. Kijk, ze gaan nu weglopen. Ik doe net of ik politie bel. Maar heeft toch geen zin. Ik was alleen nog maar filmen deze tijd. Ze zagen mij. Ik was ze even kwijt. En nu lopen ze weg. Dus ik hoop dat ze misschien alleen maar gecontroleerd worden. Ja. Ze lopen nu weg langzaam. Twee zakkenrollers. We hadden een vrouwenpoging gedaan bij Centraal Station. Helaas niet op hete daad kunnen betrappen. En ze hebben nu door, dus lopen nu braaf, lopen ze nu weg. Het kan zijn dat ze zo gaan sprinten, maar ik weet het niet zeker. Nou, ze hebben sowieso staande aangehouden. Gaan kijken of we, of we nog iets aan die beelden hebben daar op die roltrap. Dat die poging heb gedaan. Ik wil niet in beeld, want dan gaat precies achter die politieman aan staan. Moet toch gezicht toch blurren, dus maakt niet uit. Misschien hoef ik niet te blurren. Nou, je zegt dus die gozer met die petje, dat die gecontroleerd was door de politie. Die andere gozer helaas, die is ontkomen, want ze zijn uiteindelijk twee verschillende kanten opgegaan. Ik ben achter die gozer aangegaan met dat petje, want die had die poging gedaan om iemand te rollen. Nou, deze zijn aangehouden. Je ziet totaal niks op beeld. Maar wat je vaak hebt bij zakkenrollers, en dat is ook vaak bij de politie, wordt daar een melding gemaakt van een paar dagen ervoor dat er een portemonnee of wat dan ook gerold is. En er staan de personen op beeld. En mijn hoop was dat deze gasten misschien op beeld stonden, omdat het gewoon zakkenrollers waren. Maar helaas, het is niet gelukt. Ik heb de gezichten, doe ik expres niet pleuren voor jullie. Dat je goed kan zien hoe die gasten eruit zien. En wie weet voor de volgende keer. En wie weet doen jullie ze wel op, hè? Nou, ik laat even nog twee fotootjes zien van twee dames. Hele jonge meiden, een jaar of 15, 16 jaar. En die had ik van de week ook gespot hier in Amsterdam. Uiteindelijk waren ze zo scherp dat ze mij al heel snel door hadden. Zakkenrollersteam heeft ze toen gevolgd. Uiteindelijk hadden ze die ook door. En toevallig net gisteren heb ik ze dan hier weer opgedaan in Amsterdam. Ben ze gewoon gaan volgen. De trein ingegaan, heb ik gewoon twee foto's laten maken. En ook deze krijg je hierna eventjes te zien. Dan kan je kijken hoe deze meiden eruit zien en ook zonder blur.
Yes, oké dan. En deze filmpje verdient zeker duimpje waard. Hier even onder op mijn hoofdje klikken om abonnee te worden. Want het gaat toch om, hè? 4 zakkenrollers, volop in beeld. Weinig sensatie in het filmpje. Maar soms heb je niet altijd sensatie nodig. Nou, hey, tot de volgende keer, hè. Gekke werk!